mijn zus en mijn zo. Ik heb weer juk op mijn triangel, dus hier is weer een extra mediamangel. Ja, we hebben een extra mediamangel vanavond, want u hebt het wel gelezen, zeker in de krant, hè? Heb u niet gelezen? Nou, lees het dan nou even. Hoe vind je die? Ja, die is wel geinig, hè, zou Ruud Lubbers zeggen, hè? Ja. Nou, we hebben natuurlijk wat reacties hier en daar rondgevraagd, wat mensen daarvan vinden. En hier zijn de eerste reacties die meteen spontaan opwelden bij een aantal bekende VIP's toen ze het bericht in de krant hadden gelezen. Een slechte zaak, wij zijn daar tegen. Dat moet u aan een ander vragen. Die is onvoorstelbaar. Dat vind ik een hele goeie. De VVD is daar tegen. Hoe bedenk je dit, godsen? Zijn ze nou helemaal gek geworden bij de NOS? Ien vindt het ook niet leuk. Die waar, Ien? Alsjeblieft. Ja, ik schrok me dood. Afschuwelijk natuurlijk. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Daar is de VVD tegen. Ik zou zeggen, maak u niet te veel zorgen over die berichten in de krant. Dat die Jaap Aap, dat ze die weg willen hebben van de NOS. Hè. Want dat komt wel goed hoor. Ja, want ik heb Jaap van der Scheur heb ik gesproken. Hè. Ja, en die is nou bezig met acties. Niet dat we dat zoeken. Niet dat wij dat beslist willen. Maar wel als het nodig is dat in de eerstkomende weken wij bereid moeten zijn om op welke wijze dan ook actie te moeten en te willen voeren. Ja, zie je wel dat het allemaal in orde komt. Als Jaap het zegt, dan komt het ook wel goed hoor. Nou, dus ga maar lekker slapen. Morgen weer vroeg op. En namens Ria en de rest van de regering zeg ik weer tuut tuut tuut. De groetjes van Ruud. En tot volgende week. Hopen we. Dankjewel.